fris en wel gedoucht. Dat kan eens deugd doen. Dan ga ik eens alles eens beginnen op te ruimen. Wat ik mee moet nemen naar mijn werk toe. Ga ik mijn tablet meenemen of niet? Ik denk het niet. Nee. Nee, ik ga mijn tablet niet meenemen. Nee. Oké, dan ga ik naar de muziek toe. Die moet ik nu al afsluiten. Want die ga ik ook meenemen. Want er is vandaag zeer weinig werk in Bewellingscentrum. Dus dan kan ik ook nog bezig zijn aan mijn vlog. Na na na. Na 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 na. Ja, oké dan. Sorry dat jullie zo aan het schokken zijn. Ik was mijn gsm aan het herpakken. Dus dat ziet er allemaal al goed uit. Nog 15 minuten verleden dat de vlog in elkaar zit. Dus dan kan ik dit op mijn werk wel uploaden. Want ik heb een nieuw systeem gevonden waar ik ook nog mee kan rapper kan uploaden bij deze. Lekker fris. Allee, ik ga nu eens vertrekken naar mijn werk toe. Yo. Ik ben bij mijn ouders thuis aangekomen. Jullie zien het. Ik ga hier nu mijn eten ophalen. En dan ga ik rechtstreeks door naar Bea toe. En ik zal dan zelfs, als ik rechtstreeks door ga dan naar Bea toe, ook dan zeggen wat ik dan heb vandaag gedaan heb in Bewel voor bedrijf X. Maar ik zal het gewoon nu zeggen. Dus ik heb voor bedrijf X weer gewerkt. Dus kleren opgehangen, van klein naar groot, dus XL, XXL, XXXL, small, XS, en medium, noem maar op, om met de nummeringen en al, oh mannetjes. Maar de tijd vliegt dan wel hoor, echt waar, de tijd, die staat dan echt niet stil. Het is ook een hele leuke opdracht, je staat ook niet continu stil. Je zit altijd bezig, dus dan gaat ook de tijd weer heel rap. Want het is zo van, what the fuck, mogen we nu al terug doorgaan naar huis toe? Kan ik soms niet geloven dat zo snel de tijd kan vliegen. Maar nu ga ik nu binnen naar mijn ouders toe, daar mijn eten uit. Wat is er nu weer? Dat is weer al iets open. Mijn achterdeur is open. Doe maar. Ja, die is toch. Hoehoe. Nu kan ik vertrekken naar mijn schatje Bea toe. Yeah, yeah, yeah. Dankjewel voor de spaghetti, mijn ouders. Nee, ik heb hier nog niet gegeten. Dus ik weet nog niet als het lekker is, maar normaal gezien wel. En sorry schatje, ik heb mijn bestekje nog niet afgewassen. Oeps, sorry. Want ja, jullie weten het, gisteren was er weer al een hele commotie rond geweest over die giveaway. En ik vond dat dus echt niet leuk hoe mijn fans hebben gereageerd. Omhoog van dat zij Mano, Tamara, Mbea en Simo Buts, hoe moet ik het zeggen? Een verdacht maakte van dat ze de foto hadden gelekt van mijn kilometerstand. Nu is het een fucking vlieg binnen. Ik denk dat hij buiten is. Ja, nu is hij buiten. Oké. Dus de foto is nooit gelekt geweest.
En het is gewoon puur, maar ook puur toeval dat Mike H is de officiële winnaar geworden van de giveaway. Dus bij deze weten jullie dat ook. Wat dan nog? Ik weet het niet meer. Die ene fietser. Ik weet wel hoe het is. Holy shit! Holy shit! Het is druk op de baan. Het is druk op de baan. Baan, 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 baan. Oh, ik ben weer al vermoeid. Want ik heb weer al wat zitten op te hangen op mijn werk. En echt wel, de tijd ging echt voorbij. De tijd ging goed vooruit. Want ik zeg ervan, what the fuck is nu weer op pauze? What the fuck is nu middagpauze? What the fuck is nu weer op pauze? What the fuck, moeten we nu al naar huis? Allee, dat kan toch niet? Blijkbaar kan het wel, dat de tijd redelijk snel kan voorbij gaan. Dat betekent dat je je werk ook heel graag doet, ook met plezier. Alleen vind ik het jammer dat ik niet meer bij Sven samen sta. Dat vind ik wel een klein beetje jammer. Dus ja, bij deze. Ja, Sven is een hele goede collega, ook van mij. Ook een hele goede kameraad, ook van vroeger. Bij deze weten jullie dat. Dat is gewoon een goede kameraad. Dat is niet zo gelijk Jury of Chris. Het is maar een gewone kameraad. Zeg mensen, ik ga jullie laten, want ik ben bijna bij Bea. En dan, want ik kom nu op het drukste stuk van het verkeer. Dus dan moet ik er wel opletten. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, 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 yo. Het is goed. Allee, tot straks. Kijkers. En jawel, jullie zien het zo half. Ik zal even harder helemaal erop zetten. Schatje is gejoined in mijn auto. Yay! We gaan nu richting plaats X. Waar zij dus niet weet waar we naartoe gaan. Want... ze heeft zo gezegd, je gaat toch niet naar je thuis toe, hè? Er is toch geen pakketje bij je thuis aangekomen, hè? Nee, schat, er is geen pakketje bij mijn thuis aangekomen. Maar je gaat toch niet naar je thuis, hè? Nee. Oké. Ik haat verrassingen. Oh, het was vooruit aan het gaan. Zonder dat ik het besefte, was ik dus een klein beetje vooruit aan het gaan. Had je dat echt niet door? Nee. Foei. En dat zeg je in de vlog. Ja. Maar er is toch niks gebeurd? Nee, maar ja. Oh. Dat is wel gevaarlijk als je dat niet door hebt, hè? Dat is wel waar. Kijk eens hoeveel dat hier heeft geregend. Ja, mij. Oh, we gaan toch die kant uit. Of toch niet? Ik hoor die pinker even. Ja, voor af te slaan naar hier. Oh, naar waar zal ik nu nog naartoe kunnen gaan? Naar Alex Matthijs kunnen of jouw Christmas ooit. Stop het lachen, dan moet ik ook lachen. Amai, dat was echt een vertraging en dat zag ik. Ja. Ik weet niet hoe dat juist soms komt dat er wel zo vertraging in zit. Daar zit vertraging in. Ja, daar zitten wel vertragingen op mijn camera. Daarom dat soms ook mijn spraak niet overeenkomt met het beeld.
bij deze, ik ga jullie niet laten. En dan zal ik wel samen eens filmen waar wij zijn uitgekomen. Yo. Yo. Zij gaat dus even ook mee naar, zeg het maar. Ja, Christmas House. Of ja, Vera, Roma, Eiffel. Goed gezegd, schatje. Ik heb weer wat reclame gemaakt voor hem en daar ben ik ontzettend blij om dat je dat doet. Oh, amai man. Nu moet ik eens tegen zeggen dat ik voor hem reclame heb gemaakt. Ja. De vaste klanten, hè. Hallo. Mensen, ik ga nu terug vertrekken vanuit de dokter. Jullie denken, hè, dokter? Ja, ik heb vandaag mijn tweede test moeten laten doen. Ik moet morgen dus rond een uur of 6/7 bellen dus naar de dokter toe. Om naar mijn uitslag te vragen. En ze hebben nu niet deze keer getest in één gat, maar in twee gaten. In mijn twee neusgaten. En ik heb weer al traantjes gelaten. Is het niet, schat? Ja. Oh man, en ik die rare geluidjes, hè? Nee. Nee? Dat hè. Nee, dat was niet raar. Dat is logisch als je zoiets doet. Ja. Oh, en het is nog ontzettend warm geworden in die wachtkamer. Sorry jongens, ik ben moe. Ja, ze is al wat uitgeput. Want ze heeft vandaag weer al veel moeten doen. Zeg maar eens wat ik heb gedaan vandaag. Nee, ik heb niet veel moeten doen. Ah, wat heb je dan gedaan vandaag? In de voormiddag heb ik op dag besteden tv gekeken. Omdat we eerst op de Wii zouden spelen, maar daar waren geen kabels bij. Ja. En in de namiddag hebben we armbandjes gemaakt, in de tuin gewerkt en... Dat was het. Het is toch nog redelijk wat. Dat is niet veel, hè. Gewoon een heel dag. Dat is wel waar. En ja, en ik heb jouw kleren mogen ophangen, hè. Ja. Van de bedrijf X. Ja, mensen, ik vind het eigenlijk zo een nozel dat ik gewoon die bedrijfsnaam niet mag zeggen. Wat een coole bus. Ja. Een koelbus. Kijk jullie die even laten zien? Een koelbus. Ik heb nog eens een keer die laten voorbij rijden. Oh nee, het gaat toch niet lukken. Voordat jullie het hebben gezien. De koelbus die daar zo rijdt. Waar mijn vinger nu is. En ja. De dag zit er weer al bijna op, schat. Ja. En je stond er maar half op, schat. Dat wist ik niet, schat. Dat wist ik ook niet, schat. Nee, nu gaan we terug normaal doen. Ja. Oké. Schat. Nee. Dat is goed. Oh, 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 nee. Laat geen stand. Voilà. Dat is ook bijna hetzelfde als pest, alleen bij pest doe je iemand pijn en bij laag. Dat is ook heel waar. Maar met pest kun je ook iemand pijn doen op woorden, hè? Is je dat? Ja, dat is het. Oké. Maar ja, mensen, ik ga jullie al laten. Ik zie jullie zelfs allemaal terug. En ja, bij jou zit je morgen is weer terug in de vlogs. Ja, ik wil even niet te veel in de vlog komen nu. Omdat ik echt zo moe ben. Voilà, ik heb ook slecht geslapen vandaag, kijkers. Mm. En beste kijkers van Alken, ik heb jullie even een kleine vraag.
Ik zit hier nu in Sint-Joris te rijden. Of is dat hier ter kust? Ik dacht op de bus dat is in staat Sint-Joris. Ja? Ja. Oké, dan is het Sint-Joris waar we zijn. Even kijken. Ja, ik kan goed zien. Wanneer is... Ja, nee, dat staat zo'n truiden op. Ja! Nee, toch niet. Sorry! Ja, toch niet. Nee, dus ik heb een vraagje. Ik heb daar ook een overweg. Wanneer is deze overweg terug open? Voor het grote verkeer. Dus laat me dat alsjeblieft in de comments weten. Dankjewel. Graag gedaan. Mensen, dus ik ga jullie nu dus ook straks ervan laten. Ik ga zelfs gewoon gaan terug naar thuis doen. Vandaag is het woensdag, hè? Ja. Vandaag ga ik dan ook naar Stuk TV kijken, naar de toeropdracht. Dan ga ik ook nog naar, jawel, mijn goede maatje Enzo Knol kijken. Ja, ik maak altijd reclame voor Enzo Knol. Waarom maak ik Enzo Knol is geen reclame voor mij? Dat is een goeie, mensen. Dat is wel een hele goeie. Ja, dat weet ik dus niet. Misschien kijkt die heel vlogs niet. Dat kan. Dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet om het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video geüpload is. Bij deze. En morgen weet ik sowieso ook de resultaten van 9 van de 10 kansen van de COVID-19. Als ik het heb, ja of nee. Ik laat het jullie sowieso weten als ik in quarantaine moet gaan, ja of nee. Maar 9 van de 10 kansen, nee, pak 99 van de 100 kansen heb ik het niet bij deze. Dankjewel en tot morgen! Tot morgen! Dus ik ga nog een kleine toevoeging doen aan de vlog. Ik heb er wat beelden gemaakt van een heel mooie, beautiful alke met wolken. Echt waar, ik ga jullie dat ook laten zien. Op mijn Facebook, daar staat ze dan ook op. Zelfs daar staat er eentje van 360 graden. Dus ik heb een 360 graden foto ook gemaakt voor jullie. Dan kun je die ook gaan bezichtigen. En ik zie nu wel een kleine mooie regenboog in de lucht. Gewoon in de lucht, hè. Ah, fuck. Ik heb er pijn gedaan. Dus ik ga jullie ook de foto's hierop vertonen. En dan zal ik zeggen, ja, geniet er maar van. En ik zal zeggen, ik zie jullie allemaal weer al terug. Morgen fris en wel. Salut.